Gigi, als we Kitty nu niet vinden, weet ik niet wat ik met je ga doen. Begrijp je wel dat je er helemaal alleen hebt gelaten in het bos? Tayan, kun je alsjeblieft wat langzamer gaan? Nee, dat kan ik niet. Jouw benen zijn gewoon te kort. Tayan, wacht even. Ze is ergens in de buurt. Gigi, waarom heb je zoveel make-up op? Omdat we samen uitgaan naar de stad. Ik blijf niet alleen thuis hoor. Hey Gigi, weet je nog dat je huisarrest hebt? Het is nog niet af. Hoe dan ook, ik ga vandaag wandelen met Kitty. Trouwens, ze staat op het punt om hier te zijn. Dus ik ga douchen en als ze komt, open de deur voor haar en zeg dat ze moet wachten. Zo, dat was het dan. Ze gaat wandelen met Kitty en ze wil niet dat Gigi met hen meegaat. Ze is nog steeds boos om me, zie je? Nou, dat is prima. Prima, Diane. Ze gaat niet uit met Kitty. Ik ga hier vandaag mee aan de slag. En daar is Kitty. Supergoed. Wat? Hallo Gigi. Is Diane daar? Is ze klaar? Nee, Diane is al vertrokken en ze vroeg of ik je kon vertellen dat ze het bos in gaat. Ze wacht op je naast de twee paden die elkaar kruisen. Wat? Tayan zal op me wachten in het bos? We hadden afgesproken dat we vandaag naar het park zouden gaan. Ik heb je verteld waar Tayan is, dus wees alsjeblieft aardig en ga weg. Gigi, maar ik weet niet waar het is en de batterij van mijn telefoon is leeg. Ik kan niemand bellen. Wat wil je nu? Dat ik haar bel? Ik heb geen beltegoed, sorry. Jeetje, wat moet ik doen? Misschien moet ik gewoon naar huis toe gaan. Kitty, wacht. Ik wijs je wel de weg, maar jij deelt de koekjes met mij. Natuurlijk deel ik ze. Wijs je me echt de weg? Als ik het zeg, dan doe ik het ook. Wacht even terwijl ik mijn schoenen aantrek. Oké, Gigi, wees alsjeblieft snel. Oké, ik zal je de weg wijzen en geef me nu die koekjes hier. Hier, natuurlijk, neem ze. Gigi, weet je zeker dat Tayan hier is? Ik zei toch al dat ze hier is? Ze vroeg het aan mij om het aan jou te vertellen. Hé, hey, geef me mijn koekjes. Op, laten we opschieten. Gigi, ik heb het gevoel dat ik deze plek niet leuk vind. Ik denk niet dat Tayan hier is. We wilden naar het park toe gaan. Ik doe alleen maar wat ze heeft gezegd. Kom op, sneller. Hier, we zijn er bijna. Waar breng je me heen? Je zult het zien. Hier. Gigi, wat is dit voor plek? We zouden naar het park gaan. Luister, hou je mond. Ik kreeg alleen maar te horen dat ik je hierheen moest brengen en dat heb ik gedaan. Als je hier op me wacht, dan breng ik Tayan en de rest. Gigi, ik ben toch met jou? Laat je me hier alleen staan? Kitties, blijf gewoon staan. Daar is de weg te smal en daar kan ik alleen maar inpassen. En er zijn ook spinnen en vleermuizen. Wil je daar nou echt heen? Ik vind het echt niet leuk. Gigi, kom alsjeblieft snel terug. Goed, heb ik met eentje afgerekend. Kitty, Kitty, ik ben hier. Waar is Kitty? Is Kitty nog niet gekomen? Tayan, kun je het niet zien? Er is hier geen Kitty. Ze is niet gekomen. Ze is je waarschijnlijk vergeten. Nee, dat kan helemaal niet. Kitty is altijd op tijd. Ik ga er nu wel even bellen. Bel maar, doe maar. Haar telefoon staat waarschijnlijk uit. Geen connectie, wat raar. Waarom staat haar telefoon uit? Ha, staat uit zeker. Ze wil niet met je gaan wandelen. Wilt zeker met andere mensen omgaan. Gigi, zo is Kitty helemaal niet. Nu bel ik haar ouders en vraag ik of ze de deur uit is. Waarom bel je haar ouders? Ik zou niet zo vernederd willen worden als ik jou was. Gigi, stil. Hallo, tante Patty. Hallo, nou, we hebben afgesproken om met Kitty vandaag te ontmoeten. En ze had eigenlijk al naar mij moeten komen. Is ze al de deur uit? Oh, oké, ze is eruit. En hoe lang geleden is ze weggegaan? 30 minuten, hè? Oké, wauw, ze is nog niet naar mij toegekomen, ja. Het is een beetje raar, maar maak je niet druk. Ik kom er wel achter. Misschien is ze onderweg naar de winkel geweest of zo. Ik bel je wel als ik nieuws heb. Tot ziens. Ik begrijp hier helemaal niks van. Ze is een half uur geleden weggegaan en ze is hier helemaal niet aangekomen. Kitty is helemaal niet zo vreemd allemaal. Tayan, ik zie helemaal niets vreemds. Misschien is Kitty naar het bos gegaan en verdwaald.
Gigi, waar heb je het over? Welk bos? Gigi, vertel je me wel alles? Diane, waarom zeg je dit tegen mij? Ik vertel je de waarheid. Misschien is ze wel de weg kwijt in het bos, maar wat heb ik daarmee te maken? Gigi, vertel jij mij wel de waarheid? Vertel het me nu. Verberg je iets van mij? Oké, Diane, ik zal je de waarheid vertellen. Ik wilde een grap uithalen. Kitty, die was hier en toen zei ik dat je haar in het bos zou ontmoeten. Jeetje, waar ben ik? Het was beter geweest als ik daar bleef, Diane. Die zal me nu zeker zoeken. Gigi, echt, ben je gek geworden? Welk bos? Ze gaat daar zeker verdwalen. Welk bos? Die waar jouw paarden zijn. Jeetje, je hebt het daarheen gebracht waar alle geesten en spinnen zijn. Gigi, kleed je nu aan, we gaan op zoek. Hallo, is hier iemand? Oké, ik zal een wandeling langs de weg maken. Jij Peewee? Jij bent Peewee. Laten we op zoek naar Kitty gaan dan. Voordat de geesten haar hebben opgegeten. Weet je wat, Gigi? Als we terug zijn, ga ik alles aan mama vertellen wat je hebt gedaan. En dan zul je een serieus gesprek met haar hebben. Hoor je mij? Ik hoor je. Kom op, laten we lopen. Hier blijven is geen optie, Diane. Ik kan me hier niet vinden. Ik moet doorgaan. Ik moet sporen achterlaten zodat Diane mij kan vinden, maar ik heb niet... Oh, mijn koekjes! Weet je wat, Gigi? Jij wordt met de dag moeilijker. Ik heb er echt genoeg van je. Het is goed. Ik ga mama vertellen waar je Kitty naartoe hebt gebracht. En dan zul je wel zien wat er gebeurt. Nou en, het is jouw vriend. Jij bent verantwoordelijk. Laten we gaan. Ik ben verantwoordelijk, toch? We zullen wel zien wie de schuldige is. Zij is daar! Waar? Laat het me zien. Waar precies? Ik kan niks zien. Rechtdoor. We zijn al een uur verder. Ik laat het je nu zien. Gigi, als we Kitty nu niet vinden, weet ik niet wat ik met je ga doen. Begrijp je wel dat je er helemaal alleen hebt gelaten in het bos? Diane, kun je alsjeblieft wat langzamer gaan? Nee, dat kan ik niet. Jouw benen zijn gewoon te kort. Diane, wacht even. Ze is ergens in de buurt. Diane, het is hier. Ik heb haar hier achtergelaten. Je hebt haar hier achtergelaten, hè? Waar is ze dan? Hoe weet ik nou waar die Kitty van jou is? Oh, Gigi, ben je gek of zo? Kitty is waarschijnlijk al naar huis gegaan, maar ze weet de weg naar huis helemaal niet. Diane, wat heb ik hiermee te maken? Ik zei dat ze daar moest blijven. Het is mijn schuld niet dat ze niet naar me luistert en ergens anders heen gaat. Gigi, dit gaat echt niet werken, hoor. Waar zoeken we Kitty nu? Kom op. Werkt die hersenen van je? Bedenk waar ze heen zou kunnen gaan. Ik weet het niet, Diane. Ik weet niet waar Kitty is. Misschien is ze naar de spookbunker. Gigi, ik kan niet geloven hoe verschrikkelijk je bent. Heb je überhaupt wel hersens? Hoe kon je mijn vriend het bos inleiden? Oké, ik ga nu onze vrienden bellen. Ze gaan ons zeker helpen. Hallo, Kev? Oké, neem Dima Art mee. En vergeet ook niet Julie mee te nemen. Haasje, kom alsjeblieft nu naar het bos toe. Diane, als we er over een uur niet kunnen vinden, ga ik naar huis. Ik blijf hier echt niet lang, hoor. Gigi, hou je mond. Oké, Kev, neem iedereen mee en haas je hierheen naar het bos. Daar waar het meer is, waar die twee paden elkaar kruisen. We wachten op je, oké? We hebben je hulp nodig. Gigi, jij zoekt net zo lang als dat het nodig is. Heb je mij begrepen? En zoals altijd komen die vrienden van jou weer. Jongens, Julie, Art, kom snel, we zijn hier. Wat is er gebeurd? Gelukkig hebben we onze scooters. Anders waren we een uur later. Ja, met de geluk en ik en Art maar achter jullie aanrennen. Ja, Dima, ik had verwacht dat je me mee zou nemen. Jongens, stop met ruzie maken. Het maakt allemaal niet uit. We moeten bedenken hoe we Kitty kunnen vinden. Jongens, vertel even. Vinden jullie dat we haar moeten gaan zoeken? Ik persoonlijk vind echt van niet gewoon. Hoe kan ze in het bos verdwalen en waarom is ze eigenlijk hier? Zij bracht Kitty het bos in en dat deed ze expres zodat ik niet met Kitty zou gaan wandelen. Ja, oké, ik was het. Dus wat? Jeetje, Gigi, je bent zo jong en nu al zo gemeen. Oké, jongens, laten we gaan zoeken. Oké, jongens, laten we ons verdelen in twee groepen. 3 jongens en 3 meiden. Kom op. Oké, wij nemen het rechterpad wel. Oké, wij gaan hierheen. Hey, wacht. Hoe was Kitty gekleed?
Ja, wacht, Gigi. Wat had Kitty aan? Een zwarte broek en een zwarte trui. Weet je dat zeker? Ja, zeker. Vertel eens de waarheid. Kitty is niet zo. Ja, dit is de waarheid. Oké, jongens. Ze draagt een zwarte trui en een zwarte broek. Laten we gaan zoeken. Kom op. Oké, kom op. Zwarte broek en een zwarte trui. En zoek naar sporen. Misschien heeft ze een paar achtergelaten. Kitty. 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 Waar ben je nou? Kev, ik ga er echt niet naar binnen hoor. Tima, hoe bedoel je? Jij bent altijd zo stoer. Oké, jongens, geen geruzie. Ik wacht hier op jullie. Hey, Kev. Wat is er nou? Ik let hier buiten op de spoken en jullie gaan binnen Kitty zoeken. Kom Dima, we gluren hier naar binnen en schreeuwen dan een beetje. Oké, we gaan. Kitty? Kitty? Oké, Art, daarheen, naar binnen. Jongens, ga naar binnen en roep haar nu echt. Kitty, Kitty. Oké, meiden, schiet op in het bos. Hier of daar? Hier. Ik ren zo snel, ik kan het gewoon niet geloven. Sneller, wij voor. Meiden, kom op, sneller. Kitty, waar ben je? Kitty! Kitty! Gigi, Kitty! Meiden, we moeten niet alleen schreeuwen, we moeten ook luisteren. Misschien roept ze ergens vandaan. Kitty! Oh god, laten we de snel vinden. Er zijn hier zoveel spinnen en tekens. Ugh, Kitty! Waarom zoeken jullie er eigenlijk? Laten we gewoon hierachter. Kitty! Oh, koekjes. Had ik dat hele pakket van Kitty maar meegenomen. Wat zei je? Gigi, herhaal. Wat ik zei, dat dit de koekjes van Kitty zijn. Ze is ze waarschijnlijk kwijt. Stop, dus Kitty had koekjes. Dus dit liet ze als spoor voor ons achter. Nou nee, ze heeft het gewoon weggegooid. Het is nogal muf. Jij bent muf. Kom op, Julie. Volgen die sporen. Oh god, dan gaan we weer. Oh, wacht. Hier is er nog één. Gigi, pak op. Het is Julie, niet Gigi. Ga je gang maar. Kom op, sneller. Hier is er nog één. Kom op, Julie. Dit is absoluut wat Kitty voor ons heeft achtergelaten om haar te vinden. Ik zie niks meer. Ja, we moeten opschieten. Straks heeft ze geen koekjes meer. Geen zorgen. We zijn er bijna. We gaan haar vinden. Kom op. Misschien is het beter zo. Gigi, ik laat je hier achter en ik bind je aan een boom. Hoor je me? Ik kan het niet geloven. Alle paden zijn zo verwarrend. Ik ben hier al geweest. Ik ga voor altijd hier in het bos blijven. Niemand zal mij hier vinden. Ik moet een plek zoeken voor de nacht. Misschien kan Dea mij dan morgenochtend vinden. Jeetje, de koekjes zijn op. Waar moeten we er nu gaan zoeken? Dus we hebben er gewoon niet gevonden. Ik weet het ook niet. Oh, Gigi, wees eens stil. Ik laat je hier achter, geloof me. Ik ben stil. Hey, meiden. Is Kitty gevonden? Ja, jongens, natuurlijk. We hebben veel gevonden. We hebben de koekjesporen gevolgd die ze heeft achtergelaten, maar we weten niet waar ze is. Ik zei toch, we verspillen onze tijd aan haar. Gigi, wees stil. En nu? Het is al bijna donker en dan wordt het helemaal moeilijk zoeken. Ik denk dat we morgenochtend een reddingsteam moeten bellen. Kev, waar heb je het over? Begrijp je überhaupt iets? Kitty is alleen in het bos met muggen, wolven en een spookbunker. Nee, het reddingsteam bellen is natuurlijk geen optie. We moeten haar nu gaan vinden. Nou, dat is mooi. Jongens, het is geen optie. We moeten blijven zoeken. Jongens, gaan jullie maar de zoektocht verder zonder mij. Ik wil niet opnieuw door die struiken heen. Ik ga daar op een stomp zitten en gaan jullie maar zoeken. Gigi, je bent verschrikkelijk. Je hebt absoluut geen medelijden. Luister. Dima, wat was dat? Jongens, stil eens even. Ik denk dat ik iemand kan horen huilen. Ja, ik hoor het ook. Jongens, wat zijn jullie dom. Ik heb dit gedaan. Nou, boehoe. Gigi, hou je mond. Want huilen komt daar vandaan. Ja, laten we rennen. Hé, waar gaan jullie heen? Ik wil hier niet alleen blijven, jongens. Oh, Kitty. Kitty, eindelijk. Kitty, kom op. Diane, droom ik of ben jij?
jij het? Natuurlijk, Kitty. Wij zijn het. We zijn al zo lang naar je op zoek. Wat is er gebeurd? Vertel ons alles. Gigi, hoe kon je mij hier in het bos achterlaten? Diane, ze zei dat je een afspraak voor me had gemaakt in het bos. Kitty, hoe kon je Gigi geloven? Ik zou toch niet met je afspreken in het bos? We zouden sowieso naar het park gaan. Diane, maakt ook allemaal niet meer uit. Je hebt me gevonden. Boe, wat een mietje, boe. Nou, we hebben Kitty gevonden. Goed gedaan. We kunnen haar nu achterlaten. Dan gaan wij naar huis. Nee. Anna! Gigi, jij blijft hier. Hier blijven. Echt niet. Sneller, ze haalt ons in. Ze zijn weg en ze hebben me hier achtergelaten. Wat moet ik nu? Moet ik de nacht doorbrengen met de muggen?